Jong PSV en Jong AZ wonnen afgelopen maandag allebei hun wedstrijden tegen andere jongploegen. Jong PSV won met 6-1 bij Jong Utrecht. Jong AZ won van Jong Ajax. Eerste kansje is voor de thuisploeg. Bakayoko schiet de bal voorlangs. Die zege op Jong Utrecht was wel de enige zege in de laatste 5 wedstrijden voor Jong PSV. Jong AZ heeft dezelfde cijfers. Hier Müller die de bal niet lekker wegschiet. Dan ligt het doel open en is er de poging van Gullit. Die nog door Luis Felipe voor de lijn wordt weggehaald. Er zijn niet heel veel kansen in de eerste helft. Inmiddels zitten we vlak voor rust. Is dit Bakayoko die de bal meegeeft aan Daverveld. Die legt de bal terug. Niet heel overtuigend verdedigd door Jong AZ. En dan wordt die bal uiteindelijk binnengefrommeld door Fode Fofana. Die goed op schot is de laatste weken. 2 keer scoorde tegen Jong Utrecht. En hier op wilskracht zeg maar die bal binnenwerkt. Dan Bakayoko. Vlak daarna langs Gullit. Die geeft hem een duwtje in de rug. Dat is gezien. Dat is ook niet zo heel moeilijk te zien door scheidsrechter Vos. En de penalty wordt heel cool binnengeschoten. Zoals dat een Noor betaamt door Kjöleu. Het is een wedstrijd waarin Jong AZ bar weinig laat zien. Hier een kansje. Kopballetje van Joey Jacobs uit de hoekschop. Maar dat was het wel zo'n beetje. Hier is Kjöleu. Wacht. Schiet. En dan komt de bal. Een beetje geluk bij Christensen. En die verschalkt Hobby Verhulst voor de 3e keer. Verhulst die mag keepen omdat er in onderlinge wedstrijden tussen jongploegen geen leeftijdsgrens is voor keepers. En uiteindelijk wint Jong PSV eenvoudig met 3-0 van Jong AZ.